liggen in Terneuzen, want we hebben wat schade opgelopen. Zullen we nu even gaan bekijken. In de stuwwoordzij een paar aardige gutsen. Deze is zelfs helemaal door. Als je kan zien, er zit een gat in. En als we wat meer naar voren gaan, dan zien we dat er ook een paar plekken zitten. Kleine deukjes. Deze is dan niet door. En hier zit een hele serie. Dat is ook een hele diepe. Hij is niet door, maar... Ik word er natuurlijk niet vrolijk van. En wat meer naar voren zitten er nog een paar. En al die letters en aantekeningen, dat is door de verzekeringsexpert erop gezet. Om te kunnen overleggen wat ze precies gaan repareren. Zo, dan gaan we even kijken hoe het er aan de binnenkant uitziet. Zien we dat het op zich wel meevalt. De spanten zien er vrij redelijk uit. Zeker hiervoor. Dat gaat allemaal wel. Deze is natuurlijk wat dieper, dat hebben we ook gezien. De spand heeft een tikje gehad en vooral die knie daarboven, die ziet er ook niet zo best uit. Dus daar moet in ieder geval iets aan gebeuren. En we hebben sowieso in ons ruim op een hoop naden wat roest. Daar is bijna niet tegenaan te werken. Ook omdat we wel eens soda vervoeren. Dat bijt nogal. En dan komen we achter, en dat is natuurlijk de mooiste. Dan kun je gewoon door naar buiten kijken. Dus dat is echt een probleempje. En die knie is ook wat beschadigd. En ja, die spant is ook niet helemaal lekker meer. Dus daar hebben ze nog wel een klein beetje werk aan. En hoe is het nou allemaal gebeurd? Daarvoor moeten we even terug in de tijd. Een tijdje geleden voeren we in de afvaart sluis Caen in, naast La Providence. En het blijkt dat hij op zijn achterschip een aardig uitsteeksel had. En bij het uitvaren is hij tegen ons aangevaren. En hij heeft daar een aardige voorje getrokken, zoals we gezien hebben. En op een geklonken schip zoals het onze zijn dit soort reparaties nog niet zo voor de hand liggend. Je moet erg oppassen dat je de klinknagels niet beschadigt. En dat ze door het trekken van het metaal niet gaan lekken. Dus dit is echt wel werk voor specialisten. We hebben natuurlijk geen jacht, maar een vrachtschip. Dus het is voor ons belangrijker dat het allemaal stevig is dan dat het er heel mooi uitziet. Als het lukt om het er mooi uit te laten zien, is dat meegenomen. Dat is een bonus, maar sterkte is belangrijker.
metaalwerk klaar was, hebben we het eerst in de overtololie gezet, alle nieuwe plekken. En daarna is er primer overheen gegaan. En dan aan de binnenkant in het ruimverf en aan de buitenkant teervervanger coating.